zijn aangekomen bij de familie van Schadewijk in Dennenburg. En ja, bekend gezicht ook op de concoursen en de keuringen. Ja. Kunnen jullie wat vertellen over jullie zelf? Ja, we zijn 40 jaar terug ongeveer begonnen met tuigpaarden. Daar hadden we rijpaarden en tuigpaarden. Okay. Zelf heb ik ook onder zadelwerks gereden. Ja, we kregen wat zoveel, toen moesten we kiezen of we tuigpaarden of rijpaarden gingen houden. Toen zijn we maar tuigpaarden gaan blijven houden. Oké. Ja. En waarom? Ja, dat spreekt me aan, tuigpaarden. Dus, de beweging en de houding zo, ja. 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 Mooi. Ja. Dat is een mooie show. En dan hebben we nu 8 fokmerries en dan doe ik er 6 elk jaar dekken. Okay. 6 veulens ongeveer krijgen. Ja. Ja, mooi. En dan houden ze tot 3 jaar houden alle merrieveulens aan. Als ze goed zijn, dan gaan ze de keuring. En als ze niet goed, dan verkopen ze. Okay. En als ze dan ster worden, laten ze uitbrengen in de sport. En als ze dat nog goed doen, dan mogen ze blijven, anders verkopen ze ook. Oké. Okay. Ja. Mooi. Dat kan wel predicaatwaardig zijn. Ja. 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 En dat uitbrengen in de sport, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, over 3 jaar laten we de hennie vanwege laten vertuigen. Okay. En je ziet dan waar erin zit dan. Als dat een hele goede is, dan brengen we naar Robbie van Dijk. Mm-hmm. En als we denken, ja, als Robbie niet wil rijden, dan brengen we ze ergens anders toe. Oké. Okay. Ja. En die reizen dan. Ja. Nou rijdt bijvoorbeeld Albert de Berg rijdt nou de merk van ons. Leuk. En dan weet je, van het jaar had je bijvoorbeeld 2 die hebben de keurpunten gehaald voor de keur te worden. Dus, mm-hmm. Ja. En als hij dan de punten heeft, dan gaan ze weer de fokkerij in? Ja, dan gaat de fokkerij in. Okay. Ja. Okay. Ja. Leuk. Als ze kunnen zijn, dan mogen ze verder fokkerij gebruikt worden. Oh, heel goed. Ja. Mooi. Ja. En jullie gaan ook vaak naar de concoursen? Ja. Te kijken. Ja, ze kan elk weekend. Ja. Okay. Ja, zoveel mogelijk. Houd allemaal bij een beetje. Ja. Ja. En hoe is dat om je eigen fokproduct te zien bij iemand anders? Ja, eigen fokproduct zien we ook wel, andere paarden ook wel. Maar hoofdzaak wel, eigen vakproducten ze mee rijden, ja. Maar het is wel heel mooi als ze dan ook een beetje in de kopgroep kunnen rijden. Of ja, dan is dat wel mooi om te zien. Ja, ja. Kun je wel van genieten. En dat stimuleert dan ook, hè? Ja. Ja, 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 ja. Hier staan we voor Hille Rozen, dat is een volzuster van Weddel Rozen. Die hebben van het jaar ook Albert de Berg in de sport uitgebracht. En die heeft 28 winstpunten gehaald. Nee, 29 winstpunten. 29? Ja. Maar in het begin had je een beetje last van zijn mond gehad, hè. Die ging het niet zo goed. Dus die is nou keur dan. Oké, okay, dus nu gaan jullie ermee fokken? Ja, nou gaan we fokken. Hij heeft 2 veulens gehad, een 2-jarige Sisandro en een jaarlijkse Sisandro hebben we ervan. Oké. Okay. En loopt bijna buiten de weg? Ja, hij loopt al buiten de weg. Hoe kies je dan een hengst uit? Waar kijk je dan naar? Ja, de hengst, het mooiste eigenlijk wel, niet met je aanspreekt, daar denk ik mee. Ja, deze merrie moet eigenlijk een beetje meer front hebben, dus dan hebben we ze gedekt met Indiana. Oké. Okay. Omdat die een heel mooi front heeft en achter is zij sterk genoeg, dus daar hoef ik het niet voor te doen. Oké. Okay. En voor het front hebben we dan wel deze keer voor Indiana gekozen. Ja. Kijk een beetje naar de plusje om in kunt. Ja, dan moet je daar een beetje naar kijken. Ja, dan moet je daar een beetje aan doen. Ja, oké. Okay. Maar ze moeten wel, de hengsten moeten wel in de sport lopen. Oké. Okay. Okay. Als een hengstje in de sport loopt, dan doe ik er niet meer dekken. 2 veulentjes. Ja, die bruine is een Sisandro Malmano. Kom eens, kom. Kom uit de hoek, joh. Hey. Zit in ons ding, denk ik. Kom. En die zwartbruine met die blest is Patijn Mal Unico Jonker. Oké, okay, heel mooi. Dus dit worden straks merries die jullie op de keuring gaan zien. Ja. Ja. Als ze goed blijven doen, dan gaan ze de keuring doen. Dan doen we mijn fokken dadelijk. Oké. Okay. Een beetje een andere stam erbij te hebben. Dit is een atleet. Okay. Die heeft 2 jaar terug voor Robbie van Dijk gereden. Oh. Oh. 2 jaar terug Robbie van Dijk gereden, heeft hij de nieuwelingen gewonnen. Okay. Competitie. Ja. En dit is een Sisandro, die heeft ook Yamaha gekocht. En hoe selecteren jullie op de veulens? Waar kijk je dan naar? Ja, typen, als ze goed kunnen bewegen en front erop hebben. Okay. Valt er wel eens eentje af? Ja, wel, ook wel eens, ja. Ja? Ja. Als je twijfelt, hou hem toch gewoon aan en dan doen we hem tot de 3 jaar of 2 jaar. En in 3 jaar gaan ze gewoon naar de keuring dan, hè? Ja. Okay. Ja. Oh. En dan moeten ze, ster worden dan in de sport. En als ze dat dan goed blijven doen, dan mogen ze blijven. Ja. Dit is een Mannen Molle Waterman. En Veulen is een Iselli. De moeder is ook een volle zuster van Savanno. Van Haasma. Je hebt 2 Delano's uit gehad deze merrie. Mooi leuk veulentje.
Ja. En ik ga naar een volle zuster van het verleden jaar, maar die, die werkt in het ster. Waarom wil ik een ster maken, weten we nog steeds niet, maar die heb ik maar verkocht. Okay. Duurt het te lang? Ja, ik ga hem bij 4 met de mekkers uitgeprobeerd. Maar hij deed niet zo hoe het moest. Oh. In ieder geval, en die was toch geen ster geworden, ik zeg dan verkopen maar. Niet nee. Ja, de eerste is een Sisandro, dat is een 2-jarige. Die komt uit Hille Rozen. Okay. En de deze is een atleet. Ah, ze komen er ook terug, denk ik. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Dat vind ik al een vreemd nommetje. Ja. Deze vos is ook een Sisandro. Maar larex. Okay. En deze... Ja, dit is ook, ik kom uit Hille Rozen. Ja. Die tweede. Dat is ook een Sandro. Ja, dat is wel een mooi pet. Groot ook, hè? Ja, een grote. Ja. Leuk. Hoe is het bij jullie de tuigpad voor kruim begonnen? Ja, ik was rijpaden en een tuigpad had ik dan. En ik kreeg tuigpaden om zalen vroeger ook wel. Maar ja, we hadden zoveel werk thuis, dan moest ik eigenlijk kiezen tussen de rijpaarden of de tuigpaarden houden. Nou, de tuigpaarden trok wel het meeste aan. Zo zijn we met tuigpaarden begonnen. Oh, een show. Ja. 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 Zo zijn we fokkerij begonnen, ja. 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 En met welke merrie was dat? We zijn begonnen met Petra, de moeder van de rest. Bij Kleusjes in de Metrik hebben we merrie gekocht, Oda. En die stam hebben we nog steeds, daar werken we nog steeds mee. Oké. Ja, ik heb maar aan de merk gedaan. Toen hebben we nog twee bij Augustinus gekocht in Ochten. Bij de stam van Savanno en Riano, of hoe heet die merrie allemaal. En de fokken nog voort. Oké, ja. En heb ik Hille Rozen nog gekocht dan voor de stam van Toon Derksen, of van Schutte. Van Schutte. Daar heb ik wel heel veel op met zijn stampaarden. Ja. En we proberen nu een nieuwe stam op te bouwen. Lam, die heb ik gefokt. Ja. En Taroda heb ik gefokt. Geroda. Faroda. Ja. En dan vorig jaar Ilina. En nou dit jaar Hille Rozen en Jamaica. Dat we hier mochten komen vloggen. Ja, graag gedaan. Het leuk, was gezellig. Het was leuk. Leuk dat we de paarden hebben mogen zien en de verhalen over het fokken. En wat jonge veulentjes van dit jaar. Ja. Leuk om te zien. Ja. Kijken wat die weer brengen in de toekomst. Ja.